Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes nummer 1396 met een uitzending voor vandaag, 28 augustus 2018. Dus de data van dinsdag. De data vandaag is helaas uit tijdgebrek identiek aan gisteren. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Het is dezelfde tekst ook als gisteren. Ik had een paar nieuwsberichten willen brengen, maar ook die zijn gesneuveld en die schuiven door naar morgen. Dit vanwege de tijd die ik nodig heb om Slow Scan Radio voor morgenavond voor te bereiden. Morgen is inderdaad alweer de zesde uitzending van Slow Scan Radio. Vanaf 20 uur 30, het staat hier verkeerd, op 60-70 kHz, 20 uur 30 Nederlandse zomertijd. Half september doen we een keer een test met Slow Scan Radio, s'nachts om 6 uur, of rond 6 uur, net voordat het licht wordt. Dat is in het weekend van waarschijnlijk 16 september. We willen kijken of we met deze uitzending met 10 kilowatt op die frequentie ook in de VS hoorbaar zijn. Maar de uitzending is uiteraard ook in Europa te beluisteren. Ja, en dan nu deel 6 van de serie over antennes. Deel 6 gaat over de kabel of voedingslijn die je voor je antenne gebruikt. De antenne moet gevoed worden met coax of met een open lijn. Er zijn overigens nog wel meer mogelijkheden, zoals een afgestemde voedingslijn, een enkelvoudige draad en ook een golfpijp natuurlijk. In de ideale situatie zet je de tuner het liefst zo dicht mogelijk tegen de antenne aan. Van de coax of de open lijn weet je gewoonlijk namelijk zeker dat die een goede aanpassing op de zendontvanger heeft, zodat een misaanpassing in impedantie en reactantie zich dus op het koppelpunt tussen de aangesloten kabel en de antenne moet bevinden. Daar hoort de tuner dus eigenlijk te zitten. Dat heeft echter zo zijn complicaties. Telkens naar de antennetuner op het dak klimmen om je antenne af te stemmen als je naar een andere frequentie gaat, is niet zo'n heel praktische oplossing. En op afstand bedienbare of automatische antennetuners zijn doorgaans duur, zeker als ze waterdicht zijn. Bovendien zul je meestal meerdere korte golfantennes hebben waarvoor je die tuner wilt gebruiken. En om nou voor iedere nieuwe antenne ook weer een waterdichte tuner te kopen, is al helemaal een dure grap. Geen tuner dan maar. Ja, dat hangt ervan af hoe erg de misaanpassing is. Een kleine misaanpassing kan helemaal geen kwaad. Boven een SWR van 1.2 ga je toch de verliezen wel merken. Hè? En bij een nog slechtere SWR kunnen sommige zenders die geen beveiliging hebben schade oplopen. De meeste apparaten die wel beveiligd zijn, regelen het vermogen terug, vaak al van 1 op 1.5. En sommige zenders die schakelen bij een slechte SWR gewoon uit. Een belangrijk nadeel van een slechte aanpassing is ook dat een zender niet meer aan de eisen voor een schoon signaal voldoet. Dat is een argument wat weinig bekeken wordt, maar het kan in sommige gevallen zo erg zijn dat er bij een slechte staande golfverhouding flinke storing wordt veroorzaakt. Werken met een heel slechte SWR is dus eigenlijk niet een optie. Wel een tuner gebruiken dus. Ja, net als hiervoor geldt dat een geringe misaanpassing dus niet zo'n groot probleem betekent. Eigenlijk maakt het niet eens veel uit of je daarbij nu wel of niet een tuner gebruikt. En al helemaal als er na de tuner eerst nog een stuk coax zit. En voor een grotere misaanpassing, nou, zoals in het begin van het artikel bleek, zorgt de tuner ervoor dat het stuk voedingslijn tussen zender en antennetuner goed afgestemd is. Zo zorg je er in ieder geval voor dat je zender de juiste aanpassing ziet. Hierdoor geeft hij geen onnodige stoorsignalen af, regelt hij niet terug en gaat ook niet door de misaanpassing kapot. Enfin, dit is deel 4 van de serie over repeatertechniek. Gisteren ging het over duplexers en dat een duplexer met alleen doorlaatbandfilters relatief veel demping geeft. Daarom wordt een configuratie met cavity filters met daarin een notch gebruikt. Er is overigens nog wat winst te maken door voor het koppelen van de zend- en ontvangstfiltersectie met de antenne een circulator te gebruiken. Zo'n circulator die op basis van magneten werkt is een wonderlijk apparaatje. Voor 2 meter zijn ze echt ontzettend lastig te vinden, hoewel ze nieuw voor redelijk wat geld wel te koop zijn. Voor 70 centimeter is de surplusmarkt wat beter voorzien. Een circulator is meestal een rond item met 3 coax aansluitingen waarbij het signaal alleen in de richting van de ene naar de andere coaxplug kan. Ik heb de circulator en de isolator overigens recent al een keer genoemd bij de serie over geheime elektronica, waar de CIA afluisterapparatuur minder makkelijk detecteerbaar maakte met isolators. Afhankelijk vanaf welke kant je naar de isolator kijkt, gaat het signaal dus alleen met de klok mee of tegen de wijzers van de klok in van de ene naar de andere coaxplug. Als je op één aansluiting de antenne aansluit en op de andere twee respectievelijk de zender en de ontvanger, dan gaat, als je dit correct aansluit, het zendsignaal hierdoor dus wel naar de antenne, maar niet naar de ontvanger, terwijl het ontvangsignaal niet naar de zender gaat, maar wel naar de ontvanger. De onderdrukking van zo'n circulator is niet oneindig hoog, meestal is dat net boven de 20 dB, maar dat scheelt wel flink wat als je het bij de 80 of zo dB van de duplexer optelt. Niet per se voor gebruik bij een repeater, hoewel het ook daarvoor komt, maar met een dummy en een circulator kun je een isolator maken. Zo'n isolator kun je bijvoorbeeld een zender op een antenne aansluiten, terwijl de zender dus nooit het vermogen door een slechte SWR terugkrijgt. Hij ziet hierdoor dus altijd een goede aanpassing of de antenne nou een waardeloze SWR heeft of niet.
Het zendsignaal gaat slechts in één richting en het terugkomende signaal in de andere. Het door de antenne gereflecteerde signaal zal hierdoor altijd in de dummy-lo terechtkomen en dus niet terug bij de zender, die altijd een goede aanpassing ziet. Nou, dit is het wel zo'n beetje over antennes. Er zijn nogal wat specifieke zaken. Zo kan oxide in de nabijheid van de repeaterantenne bijvoorbeeld storingen veroorzaken die bijzonder lastig te vinden zijn en waar je als regulier station eigenlijk nooit last van zult krijgen. We stippen daarom nu het volgende onderwerp aan dat je bij een repeater nodig hebt. Je zult namelijk iets moeten hebben dat ervoor zorgt dat de zender in de lucht komt als iemand een repeater wil gebruiken. Zo'n onderdeel wordt vaak de controller genoemd of de besturing van de repeater. Deze controllers bestaan in een grote variëteit, zowel goedkoop als duur en zowel professioneel als voor amateurs. Sinds een aantal jaren komt steeds meer de besturing door computers op, met name sinds er kleine computers zijn als de Arduino en de Raspberry Pi en nog een aantal soortgenoten. De ontwerpen van controllers uit de periode van voor de embedded computers waren vaak ontwerpen die al veel langer op de markt waren. Voor een deel werd dat veroorzaakt doordat dit controllers waren die zich bewezen hadden. Ze vielen niet makkelijk uit door storingen en met name niet door blikseminslag. Mensen vertrouwden deze bekende ontwerpen en ze bleven ze daardoor kopen. Controllers zorgen niet alleen dat de zender op het juiste moment inkomt, maar ook voor dingen als de koolgever, rotsjepiep, een wurger en een zogenaamde anti-kerchunk. En hij faciliteert daarnaast netwerkkoppelingen als IRLP, Echolink en Allstarlink. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.